als wij mensen tegenkomen, zeggen we altijd goedemorgen, goedemiddag of hallo. We zeggen niet altijd wat terug. Dan zeggen we nog een keer iets harder, goedemorgen. Ja, expres. U ziet elkaar alleen maar in het bos, niet thuis? Nee. Absoluut niet. Oh, u zegt het nogal resoluut? Ja, nou ja, gewoon. Ik heb andere dingen gewoon. En het was wel liefde op het eerste gezicht, voor mij in ieder geval. Maar een fijne relatie komt er vermoedelijk wel aan. U hebt iemand op het oog. daar zeg ik nog niks over. Nee. Ik heb er gewoon van flat afgeplukt. Met deze vrouw ga ik trouwen. Ik hoor toch helemaal gek van al die lui die hier zo voorbij jongen. Nou willen ze allemaal laten zien hoe ze kunnen. Hek meeleiden. Om hier gewoon naar dit uitzicht te kijken en dan 5 minuten stil zijn. En dat is voor heel veel mensen al heel erg moeilijk. Mezelf al heel lang verborgen gehouden. Wat is heel lang dan? Nou, wel een jaar of 30. 30? Ja. Ik dacht, hoi, ik heb mijn cavia al een tijdje niet gehoord. En toen ik zo voelde in dat hokje. En toen was hij koud en stijf. En ja. We zijn toevallig vandaag voor informatie gekomen om te kijken of er ook 2 plekjes voor ons vrijkomen. Je leeft nu en je kunt je zorgen maken over morgen en je kunt je nog zorgen maken over gisteren. Maar ziet je ook niet bijzonder veel mee op. Nee. Toch? Zo dicht bij huis is het zo mooi. Dus waarom zouden we het elders zoeken? Ja. Ik zeg al, wie van de natuur houdt, is nooit alleen. Oh god. Een filosofische bij hoor.